Nou, mama is niet zo'n bakker en kok, dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Oh, nee! Oh. Want ik werd op mijn tijdje zenuwachtig. En het is de laatste borstvulling van de tissue expander. En we zijn nu in Blijdorp. En ik heb er even over na zitten denken, maar met toestemming van mijn wederhelft hier ga ik ze toch even laten zien wat het eindresultaat is. En dit is hoe het eruit ziet. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Wat gaan wij doen, Jessie Silver? Pannenkoeken maken. Nee, we gaan een cake bakken. Een cake bakken toch? Ja, en dan gaan we zo doen. Nou, mama is niet zo'n bakker en kok, dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Maar we gaan gewoon heel strikt de gebruiksaanwijzing volgen. En dan gaan we lekker samen doen, hè? Oh, en hij is al helemaal gek van boter en die doet hij nu gewoon zo in de boter en likt hij af. Wat een vent. Net zijn moeder. Maar ik ga voorlezen. Helemaal voorlezen. Zo. Wil jij dit erin doen? Ja, ga ik wel. Oh. Oh! Doe maar erin. Oké. Oh! Hey, hij zit in! Ja? Oh, hij zit naast! Nou. Zo, hoppakee. Kijk eens, precies 200 gram. Joepie! Nee, niet aan zitten, niet aan zitten. 200 gram boter. Oh, wat gebeurde er nou? Deed mama boter in je haar. Net zie je opzij. Oh, nee! Oh, nee! Nee, nee, wakker! Nee, wacht! Ja, ik heb hem al, ik heb hem al. Oh, het gaat er weer helemaal lekker in. Lekker hè? Ik doe hem met jouw foto maken. Nee, je bent aan het filmen, liefie. Zo. Zo, terwijl dat René eventjes aan de tafel zit een telefoontje te plegen met, weet ik eigenlijk niet of ze er iets over verteld heeft, met iets heel erg leuks wat eraan zit te komen, hebben wij onze nieuwe router binnengekregen en dan kunnen we eindelijk onze camera's aan gaan sluiten. Ik ga hem snel uit de doos halen en de gebruiksaanwijzing lezen, want ik heb nog geen flauw idee hoe moeilijk of makkelijk dit gaat zijn. Hopelijk is het gewoon een paar kabeltjes zo klik, klik, klik en hij doet het. Dus we gaan hem snel uitpakken. Dat is hem dan. Ja, zo zegt het niet heel veel. Gewoon een mooie zilver kastje.
Ik weet niet eens of er een stroomkabel aan moet. Ik zie wel op internet ingangen. Verder zegt het me nog niet heel veel. Kijk, dit kan eraf. Daar gaat de stroomkabel in. UPS Connect. Ja, dat is wel echt super cool. Het is de Unified Dream Machine SE. Dat is de Special Edition. Die krijg je als je je aanmeldt voor een bepaald programma. Het was geen goedkoop ding, maar kijk, dit is dus wat er allemaal bij komt. Echt wel heel erg compleet. Ik vind hem wel heel mooi. Hij is echt krachtig qua specs. Die hou je nog even te goed van me. Volgens mij stond ik het plafond te filmen. Het gaat weer hartstikke lekker. We waren straks even in de Horenbach voor een zaagmachine en een zaagtafel. Of een zaagtafel. En uiteindelijk heb ik niks gekocht. Want ik werd een tijdje zenuwachtig. Je had verschillende wanden, zeg maar, met merken. Als voorbeeld een cirkelzaag. Bos. Makita. Festool. Nou, en zo heb je dan een stuk of 6, 7 merken. Maar dit is elke wand een cirkelzaag. En dan moet je dus onthouden, de toeren, de wattage, dat soort dingen. Dan ga je naar de volgende. En de prijs moet je wel. Het is niet te doen. Ik ben helemaal zenuwachtig. En dan krijg ik het warm. En René zei van, nou, dan vraag ik toch iemand de hulp. En dan ben ik al te ver en dan verschiet ik. Dan denk ik, nee, we gaan. Ik ben er gewoon klaar mee. We hebben wat tegeltjes bekeken. Ze hebben wel leuke tegels. Ze hebben ook gewoon heel veel. Dus dat is wel fijn. Alleen daarbij die gereedschappen. Ja, is voor mij gewoon echt niet te doen. Daar word ik echt onwijs zenuwachtig van. En daarom zijn we uiteindelijk gegaan. We hebben niks gekozen. Maar ik heb dus nu wel online een cirkelzaag besteld met een geleider. Dus dan kun je handig snedes maken. Met lijmklemmen en het een en ander. Om een soort van malletje te maken voor de epoxy. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ik ga nu verder met dit. Het is inmiddels avonds. En we gaan lekker een zoet-zure smoothie drinken. Want de gember die lag al de hele tijd in de koelkast. Een beetje te vergaan eigenlijk. Wat denk je dat er allemaal in zit dan? Gember. dat is het vooral. En appel. Ja. Maar dat is omdat ik het gezien heb. En rood fruit. En citroen. Ja. En ja, crème fraîche. Ja, crème fraîche. En honing. Echt. En zoetstof. Ja, we hebben het opgezocht en dat kon. Ja, we hadden gekocht voor die pakken met smut. Helemaal? Weet ik niet. Gaan we morgen een nieuwe crème fraîche halen, hoor ik nu net. Ik niet bestellen. Oepsie. Verder natuurlijk die router aangesloten en ik wilde de camera's connecten. En toen bleek dus dat er nog een harde schijf in moest. Die komt morgen. Dat was nog niet compleet. Nope. Anders komt een delen. Lekker. Proost. Zo. Goedemorgen, het is vandaag 26 januari en het is de laatste borstvulling van de tissue expander. Spannend, dit gaat eindresultaat zijn als het goed is. Als ik na de bestrijding toch nog niet helemaal tevreden ben, kan ik altijd nog een beetje opvullen. Maar in principe is dit de laatste en dan zou het daarna kunnen vervangen worden voor de siliconen. Spannend! Helaas is Sergio niet mee vandaag, die had een training. Maar kan dit inmiddels wel alleen. Nou, we hebben lekker de borsten gevuld vandaag. En we zijn nu in Blijdorp. We zijn spontaan gewoon even lekker naar de dierentuin gegaan. Dat wilde ik al heel lang, maar er kwam telkens wat tussen. Ziekte en corona en weet ik het allemaal. En nu dachten we, nu gaan we gewoon gezellig. Oh, die zijn schattig. Vind je het een olifant? Nee, het is een bizon. Dat zijn er wel van! Ik laat je dadelijk wel een echte olifant zien. Gaan we andere diertjes kijken? Ik denk dat dat de bedoeling was. Nou, gaan we de honden door weer? Ja, maar dat komt jij niet. Nee, dat was inderdaad een uitdaging. Ja.
Daarachter zitten denk ik een soort van alpaca's of zo. Die kant op. Moeten we die kant op? Weet je het zeker? Oh, mama. Kijk op, mama. Kijk op, mama. Heeft al een hele klim gemaakt. Oh jeetje. Dit is niet bedoeld voor volwassenen, denk ik. Holy moly. Holy moly. Opkomen? Ja, nou ja, ik probeer zelf nog in te komen, zeg maar. Goed uitkijken, schat. Ja. En op mama wachten, hè? Oké. Oké, goed zo. Zo, nou. Ik ben weer terug van Blijdorp. Ik ben kapot. Echt van 12 tot 4 rondgelopen. Dus op een gegeven moment zat mijn rug er en mijn voeten er wel een beetje doorheen. Maar ik ben super blij dat we dat hebben kunnen doen. Die kleine man heeft lekker vrij rond kunnen lopen. En naar alle diertjes kunnen kijken. En hij was helemaal gek van een nijlpaard. En Sergio die komt nu binnen. Hoi. Hi. Die heeft zijn training gehad. Die kon helaas niet mee. Nee. Maar er komen er vast nog wel meer. Maar ik denk, nou, ze zijn eindelijk weer open. Je weet maar nooit hoe lang het is. Ja, snap ik. En tegen de tijd dat wij een keer gezamenlijk met z'n allen weer vrij zijn. En, dus ik dacht, ik ga het nu gewoon doen. Toch? Goed gelijk. Ja, hartstikke leuk toch? Ja. Was druk? Nee, viel wel mee. Ja, ja, was, ja, het is natuurlijk geen weekend, maar ik dacht, iedereen wil eruit. Ja, nee, was super. En ik wilde nog even terugkomen op mijn laatste borstsessie, om het zo maar even te noemen. En dit was in principe de laatste keer. En ik zeg in principe omdat we eventueel na de bestraling, als het echt wenselijk zou zijn, zouden we nog wat verder kunnen vullen. Maar ik vind het eigenlijk heel mooi zo. En als het allemaal achter de rug is, dan kan het allemaal vervangen worden voor siliconen. Dus we zijn nog niet helemaal klaar mee. Maar ik zie het toch ook wel weer even als het einde van weer een onderdeel van het hele proces. Ja. En ik heb er even over na zitten denken. Maar met toestemming van mijn wederhelft hier ga ik ze toch even laten zien wat het eindresultaat is. Uiteraard doe ik wel mijn tepels even afschermen. Want anders dan wordt het gestrijkt. Maar ik weet dat heel veel mensen gewoon heel erg nieuwsgierig zijn naar hoe ziet het er dan uit? Wat voor keuzes heb ik allemaal? En ik heb dus gekozen voor een directe reconstructie met tissue expanders. En die dan dadelijk met behoud van huid en tepel dus. En dat ziet er ook heel mooi uit. Hè? Mijn tepel ziet er ook heel mooi uit. Mijn litteken is gewoon heel mooi dun. Ja. En ja, ik ben eigenlijk gewoon ontzettend blij. En ja, dit, wat ook gewoon een leuk voordeel is, want laten we het gewoon even positief bekijken allemaal. Ze blijven gewoon altijd zo rechtop staan. Ik heb zelf het gevoel, want het zit allemaal wel wat strakker, alsof ik eigenlijk gewoon de hele tijd een BH aan heb, terwijl ik die dus niet aan heb. En eigenlijk ook niet meer nodig heb. Alleen maar voor de mooi. Dus ik ben gewoon ontzettend blij. Ik wil jullie als eerste even laten zien. Ik ga het wegleggen. Ja, hoe het eruit ziet in mijn truitje.
En dit is hoe het eruit ziet. De pleisters zijn voor waar ze natuurlijk even de draden weer in hebben gedaan. Of de naalden in hebben gedaan, moet ik zeggen. Om het op te vullen. Dus die mogen er dadelijk af. Maar die heb ik nu er nog even op laten zitten. Want anders staat heel die pleister in mijn huid. En dat is dan ook niet zo mooi. Dus ja, ik ben ontzettend benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat voor keuze jullie eventueel destijds hebben gemaakt. Of als het je nog aan zit te komen. Waar jouw voorkeur naar uitgaat. Ik ben hier in ieder geval heel blij mee. En ik hoop, en dat zullen jullie ook weer meekrijgen in mijn volgende vlog, dat er niet te veel schade wordt aangebracht door de bestraling. En dat het gewoon zo mooi blijft. Maar dit is nou eenmaal het risico dat ik heb genomen. Dus daar zullen we in het volgende traject met de bestraling, zullen we het daar allemaal over hebben. En ga ik jullie meenemen. Vonden jullie dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En wij zien weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende keer. Tot de volgende vlog. Ciao.